De effecten. De explosies. De acteurs. Maar ook de reacties van het publiek. Ik heb 2 kinderen van 4 en 9 jaar. En dan moet je ook een keer uit hun ogen kijken, hun beleving. Dus ik ben af en toe best wel een kind, ja. Aan wie is dit zo? En weg is het. Ja, gelukkig wel. Wat leuk, hè, dat. Goedemiddag. Ik heb het druk. Hey, Rudy de Klerk. Hoi, hallo. Nou, je bent vanmorgen gekomen met de kinderen. Ja. En we wilden graag een nachtje op jullie park vertoeven, maar een heel attractie deed dat niet. En welke attractie bedoelt u dan? De boswagens deden dat niet. Dus stapten wij even later in die tequila, in die tonnetjes. En die stopten, daar moesten we uit. En toen zijn we bij een attractie gekomen als een inktvis die zou draaien. Er stond helemaal niemand bij, die doet het ook. Ik weet niet echt tevreden over die park, hoor. Ja, het is zo dat de sombrero's, die hoedjes die u bedoelde, daar is een technisch probleem. Die zal vandaag ook niet meer gaan draaien. Er was zeker meer technische problemen, want de tonnen waar we in waren, moesten we ook uitlopen. De tonnen hebben we nog altijd te maken met schade, omdat we hier een grote hagelbui hebben gehad. Ja, maar het zijn een aantal van die ramen kapot. En als het regent, na de regenbui, moet de rail weer droog gemaakt worden voordat de tonnetjes kunnen rijden. Ja, maar daar heb ik niet zo bij mijn kinderen natuurlijk. Nee. Ik ben erg boos, we gaan mijn geld terug hebben nogmaals. Ja. Maar wij geven nooit geld terug, mevrouw. Iedere klacht behandelen we schriftelijk. Nou, kunt liep hier nog net 2 mensen ook hier eruit. Dat waren ook ontevreden. Het is jammer dat ik ze niet in de nekvel heb gepakt. Straks hadden ze ook hier gestaan. Ik liep ook te mopperen, dus ik ben niet de enige. Enkel, ik ben een type, ik zeg het. Ik ben er nog geen uur binnen geweest om 136 gulden. Ik vind het zo. En op het moment dat ik binnen was, waren een hoop dingen gestoord. Of weet ik wel, stroomstoringen. Kijk, gewoon schandalig was het dan. Lekker zeggen bij de kassa van oude mensen. Er zijn een hoop dingen, technische problemen. Dan hoef ik ook niet zoveel geld te betalen. Op het bord vooraan staat dat de attractie tequila rijdt, dus die tonnetjes buiten gebruik was. Ja, dat staat iedereen op het bord. Kijk, iedereen komt vol lof naar het park, want ik ben hier nog nooit geweest. Maar de eerste keer met de kinderen, ze gaan niet eerst de bordjes lopen te bestuderen. Alleen de sombrero's. Maar nog meer attracties voor die kinderen waar niemand in het hok bij stond. Dat is wel schandalig. En welke attracties bedoelt u dan? Ja, ook zo'n vliegend rond ding. En nog zo'n wat verderop staat waar kinderen kunnen stonden. Er stond geen kip. Er staat zo'n grote glijbaan met een paar oude jute zakken. Die glijbaan niet. Dat heeft te maken met de regen, meneer. Ja, dat heeft te maken met de regen. Maar het was wel met mijn geld te maken met de regen. Ja, maar bij de kassa staan we droog, dan kunnen we wel droog betalen. Zo schandalig. Nee, ik kan u 100% zeker beloven, meneer en mevrouw, dat uw klacht heel zeker behandeld wordt. Dat doen we bij iedere klacht die binnenkomt. Ja, dat begrijp ik, maar we geven nooit op het moment zelf geld terug. Het is een principe, dan kan ik een principe kwestie, mevrouw. Dat kan ik iets anders nog doen vanmiddag. En nou niet, nou kan ik terug naar Amsterdam. Het is een principe kwestie, mevrouw. Ja, principe kwestie. Hoewel de klachten misschien een tikje overdreven waren, wordt dit gezin toch een herkansing gegund. In de vorm van 4 vrijkaartjes. Sorry! Wat is dat, man? Kom maar. Oh, wacht, hè. Nou, we gaan er 12, even kijken. 1 keertje, 2, 3, 4. Vinkenwachter. Het valt mij. Hey, zie je die dames zitten langs? Nou, zie je dat langs? Ze proberen het te verbergen, maar echt niet, hè. Echt niet. We are the champions. Vanmiddag wordt er een delegatie Amerikanen verwacht. Tijdens de voorbereidingen van dit bezoek wordt geen detail over het hoofd gezien. De slechte cijfers van juli staan op de agenda. Maar er zal toch ook gesproken moeten worden over de beloofde investeringen. Want daarbij is haast geboden. We zijn de Amerikanen aan het voeden met informatie. Van wat hebben we hier eigenlijk, hoeveel personeelsleden hebben we, hoeveel attracties hebben we, et cetera. Morgen, Robert-Jan. We hebben ook plannen ingediend van wat wij denken dat je met dit park zou moeten doen in de toekomst.
En we wachten op de reacties. En dan zullen we zien wat dan met het park gaat gebeuren in 1999 en de jaar daarna. Dan heb je gezien dat rapport wat we uit Amerika hebben gehad van de attracties. Ja. Daar moest commentaar op geleverd worden. Oké, dat verhaal van de condor heb ik dus niet verder uitgebreid. Nee, dat zit er ook niet bij. Nee, oké, maar dat je dat weet. Ja. Dat je even kijkt wat ik daarop geantwoord heb, of dat in orde is. Oké. Ja? Oké. Dankjewel. Het kan zijn dat je misschien nog even nodig hebt dadelijk bij het koffie inschenken. Ja. Maar ga maar gauw door met je andere werk. Ja? Bedankt. Allemaal hebben we haast. Kijk, je moet in deze bedrijfstak heel snel reageren. Maar het is niet realistisch van iemand te verwachten dat hij in 6 weken een dermate gecompliceerd plan kan analyseren en dan met tegenreactie kan komen. Dus dat duurt eventjes. Maar alles loopt nog precies op schema. Maar het gaat wel spannend worden. Het zijn weken waar we over praten. De zaak moet kloppen en elkaar moet schuiven. Want anders kan je bijvoorbeeld geen bouwvergunningen meer krijgen. Je kan geen attracties meer kopen, die zijn niet meer te koop dan op dat moment, of niet meer leverbaar. Want je moet toch weer op tijd open in 1999. Goedemiddag meneer, hartelijk welkom, prettige dag. Veel vroeger dan verwacht arriveert ineens een van de Amerikanen op het park. Barry Tickpen, marketingmanager Europa. Hij besluit de tijd te doden met het maken van een wandelingetje. De wetenschap dat slechts weinig medewerkers hem zullen herkennen, is dit een uitstekende gelegenheid om eens kritisch rond te kijken. Hey, we gaan niet spugen, hè? We gaan niet spugen. We gaan niet bijten, we gaan niet knijpen, we gaan niet braken en we gaan niet spugen. Kom man. Hey, daar gaat hij. Daar gaat hij hoor. Heb je er last van? Nee toch? Zijn maar even motor zo weer. Ik heb het effect gehandeld bij verschillende banken. En na 15 jaar was ik wel een beetje op. Het is vrij intensief. Het is druk. Een hoop orders per dag. Hey! Hartstikke! Hey. Voel je die gewichtloos even? Op de hoop! Ja, op een gegeven moment ben je opgebrand van. Dan heb je niks meer en dan moet je een keuze maken van... ga ik hiermee door of je gaat een andere richting. Want er is meer. Hey, zie je? Hey, zie je? Hey, rustig aan. Een beetje... gaat hij nog een beetje? Gaat hij nog een beetje? De afgelopen 3 weken ben ik aan het vissen. Het is niks, hè? Van hey, is het misschien een goed idee dat ik de promotie ga doen voor Walibi? Van nou ja, ik kom hier vrij regelmatig, zoals je weet. Ik weet alles van het park. Dus dan kan je dat ook heel goed overbrengen, denk ik, naar mensen. Wat er leuk is hier. Nou, dat is goed, hè? Ik denk dat het lukt. Ja. Ik ga ervoor. Ik kan helemaal niet. Dat lukt me. Arie gaat hier de promotie doen. Zeker. Voor de vogeltjes. Ga je mee, Arie? Ga je mee in de boomstam? Gaat ie! Arie, kijk uit. Ja, joh! Ah! Ik probeer me zo professioneel mogelijk op te stellen tegenover hun. Hoewel je natuurlijk ook wel een emotionele binding met het park hebt. Want ik ben begonnen hier in 1993. Het was de vierde Flevolhof. Ik heb het opgebouwd, letterlijk met mijn eigen handen. We zijn weer bezig geweest om het park overeind te krijgen. Dus je hebt, laat ik zeggen, je hebt niet zo'n hele coole afstandelijke relatie met het park wat je normaal zou hebben. Hier zit een hoop emotie, want je hebt het park opgebouwd. Het is een stuk van jezelf. Maar ik moet zeggen dat ze dermate professioneel zijn in hun vraagstelling en hun opstelling ten opzichte van ons personeel, dat ik een uitermate positief gevoel heb met ze. Ja, we zijn er klaar voor. Dus dit is minder problemen dan op dit moment dat je het park met dit soort weertypes moet runnen. Dat is, geeft meer opwinding dan nu dat alle attracties werken. En dat zijn veel meer... stresszaken dan dit soort vergaderingen.